Het hebben van een goed stel spieren is toch wel iets dat de meeste mannen graag willen hebben. Een gespierde man ziet er immers gezonder en fitter uit en dus ook aantrekkelijker. Maar die spieren die krijg je niet zomaar. Je zult er hard voor moeten trainen en stug moeten blijven volhouden. Daarnaast kost het naast al die moeite ook nog eens tijd en geld. Want voor een goede sixpack zul je toch echt wat uurtjes in de sportschool moeten vertoeven. En om dat te mogen moet je een paar tientjes per maand neerleggen. De gemiddelde leeftijd van de mensen die voor deze lifestyle kiezen ligt zo'n beetje rond de 20 jaar. Maar sommigen zijn er pas echt snel bij. Zij beginnen al met trainen als ze net kunnen lopen. Je kan je wel voorstellen dat deze kinderen door de jaren heen dan ook een behoorlijke spiermassa hebben gekweekt. En welke kinderen dit zijn, ga je nu horen in de top 10 sterkste kinderen ter wereld. Een idee dat is geïnspireerd op het idee van IO Maatjes. Bedankt voor het indienen en er komt nu de top 10. De Chinese Yang Yinglong staat op de 10e plek. Enkele jaren geleden, toen hij 7 jaar oud was, was hij wereldnieuws toen naar buiten kwam hoe ongelooflijk sterk deze jongen wel niet is. Hij trainde al zijn hele leven lang, maar toen er beelden van zijn prestaties naar de westerse wereld kwamen, kwam hij er pas achter hoe bijzonder hij eigenlijk wel niet is. Zo tilde hij in een video moeiteloos rijstzakken van wel 40 kilo, en later werden dit zelfs zakken van 100 kilogram. Ook wist hij het voor elkaar te krijgen om de auto van zijn ouders voor te trekken, die een gewicht had van maar liefst 1,85 ton. Opvallend aan Yang is overigens wel zijn postuur. De jongen is niet dik te noemen, maar op het eerste gezicht zou je niet zeggen dat hij zo ongelooflijk sterk is. Waarschijnlijk komt dit door zijn bouw, die hem er wat minder sportief uit laat zien dan hij werkelijk is. De 9e plek mag dan wel de ene laatste zijn, maar dat maakt hem zeker niet minder belangrijk. Want op de nummer 9 staat de enige vrouw uit het lijstje. Of nou ja, nu is ze een vrouw. Op 15-jarige leeftijd brak Marianna Namova namelijk door met meerdere records, waarbij ze onder andere 150 kilogram wist te benchpressen, wat haar een wereldrecord wist op te brengen. Die records halen kon ze dus wel, maar voor nu zal ze toch echt even het beltje erbij neer moeten gooien. Mijn vrouwtje was namelijk niet zo goed bezig en besloot doping te gaan gebruiken. Hierdoor werd ze weliswaar sterker, maar nadat ze mee had gedaan aan het Arnold Sportsfestival in 2016, moest ze een dopingtest ondergaan. En hier werd uiteraard de doping gevonden en vervolgens werd Marianna per direct gedisqualificeerd en ontving ze een ontzegging voor de wedstrijden van 2 jaar. Nu zijn die 2 jaar bijna om, dus wie weet gaan we haar binnenkort weer terugzien. Maar of dat dan ook puur natuur is, moeten we nog even afwachten. De nu 17-jarige CJ Center is het voorbeeld van een fitnessgoeroe. Hij staat bekend als de Workout Kid en daarnaast is hij ook al meerdere jaren een fitnessinstructeur. Hij geeft mensen privéles, maar als dit te duur voor je is, kan je ervoor kiezen om zelfs een eigen DVD-set te kopen, die speciaal gericht is op jonge kinderen die willen afvallen of sterker willen worden. Naast zijn sportobsessie is eten ook zeer belangrijk voor zijn levensstijl. Zo eet de jonge jongen helemaal geen snoep en eet hij vrijwel altijd gezond. Zelfs zijn moeder zegt dat hij wel wat vaker mag snoepen, maar als hij hier blijer van wordt, waarom ook niet, dacht de moeder. Claudio Stroh is dan nog maar 11 jaar, maar hij staat wel op een mooie 7e plek. Of hij daar zelf zo blij mee is, is alleen een ander verhaal, want niet alleen Claudio is een sportieve gozer uit de familie, maar ook zijn broer, en die staat op de 5e plek. Claudio is geïnspireerd geraakt door het intensieve trainen van zijn broer. Toen hij zag hoe sterk zijn broer wel niet werd, begon ook Claudio met deze nieuwe levensstijl. Nu is het een soort wedstrijd geworden tussen de twee broers wie het sterkste wordt, maar voorlopig zal dat toch echt de broer van Claudio zijn. Claudio heeft momenteel een aardige sixpack. In combinatie met zijn zware trainingen is te verwachten dat deze de komende maanden flink zal groeien. En tot op een bepaald punt is dit nog stoer en mooi te noemen. Maar doktoren zeggen wel dat Claudio moet oppassen. Als je op zo'n jonge leeftijd al zoveel spieren ontwikkelt, bestaat er de kans dat je spieren te sterk worden. Hierdoor zullen je botten krom gaan groeien, wat later uiteraard voor heel veel problemen zal zorgen. Dus wij raden Claudio dan ook aan om even rustig aan te doen. Jake Schellenschlager is zo te zien nog vele malen sterker dan Claudio. Natuurlijk is Jake ook wel een stuk ouder, 16 jaar om precies te zijn, maar zijn spierleeftijdratio ligt echt stukken hoger. Om dit te bereiken is Jake een zwaar proces doorgegaan. Sinds zijn 11e is Jake 2 keer per dag in de sportschool te vinden bij de gewichten. Hij doet met name deadlifts en is ook veel te vinden op de benchpress. Hier lift hij gewichten tot wel 2 keer zijn eigen lichaamsgewicht. En zoals verwacht trekt dat ook de nodige aandacht van de media. En naast al dat sporten is ook voeding essentieel volgens Jake. Zo eet hij in de ochtend als ontbijt meestal rauwe eieren en in de middag gegrilde kip. En als je denkt dat dit al erg veel proteïne zijn, dan heb je het goed mis. Want daarnaast drinkt Jake ook nog eens 2 proteïne shakes per dag. 1 voor het sporten en 1 voor het naar bed gaan.
Hij geeft toe dat het misschien een beetje overbodig is, maar omdat het hem een goed gevoel geeft, gaat Jake ervan uit dat het geen kwaad kan. En zoals gezegd staat de grote broer van Claudio Stroh op de vijfde plek. Hij is vele malen sterker en ook nog eens stukken bekender. Zo heeft Giuliano enkele wereldrecords op zijn naam staan en heeft hij zelfs zijn eigen YouTube-kanaal. Het record waar Giuliano het meest trots op is zijn record voor de snelste 10 meter op je handen met een gewicht tussen zijn benen. Een ander record wat de nodige aandacht van de media trok, was het record voor menselijke vlag. Bij dit record moet je, net zoals bij een vlag, horizontaal aan een paal vasthouden. Dat is natuurlijk ongelooflijk zwaar, maar de Roemeense Giuliano Stroh wist dit een indrukwekkende 90 seconden vol te houden. En hiermee had hij dan ook direct een wereldrecord. Nu is Giuliano bezig met het verbreken van zijn eigen record, waarbij hij 20 push-ups wist te doen zonder zijn voeten de grond te laten raken. Deze 20 keer zijn al ongelooflijk knap, maar hij zegt dat tijdens het oefenen soms wel 40 keer gedaan te hebben. En dus was hij nog niet tevreden. Als je nou benieuwd bent naar Giuliano's leven, dan kan je hem ook op YouTube volgen. Hij heeft namelijk zijn eigen kanaal, wat 350.000 volgers heeft. Op dit kanaal laat hij al zijn workouts zien, zodat je net zo sterk kan worden als deze jonge Roemeen. Liam Hoekstra is een aparte gozer. Hij is nu 13 jaar en zoals je kan zien is hij ook nog eens enorm gespierd. Dit was hij overigens zijn hele leven al. Dat komt omdat hij deze spieren niet te danken heeft aan het bezoeken van een sportschool, maar aan een ziekte. Ja, Liam heeft inderdaad een ziekte waarbij zijn lichaam constant spieren blijft opbouwen. Hierdoor hoeft hij dus zo goed als niks te doen en ondertussen wordt hij gespierder dan velen van ons ooit zullen worden. Zo had Liam op 3-jarige leeftijd al een spierpercentage van 40% en kan hij met gemak enorme gewichten optillen waar leeftijdsgenoten nog niet eens bewegingen kunnen krijgen. Voor zover het bekend is, doet Liam hier echter niet zoveel mee. Hij speelt momenteel met veel plezier hockey, maar is, zoals velen verwachten, niet constant in de sportschool te vinden. Sterker nog, hij is vaak aan het eten. Want een van zijn hobby's is meedoen aan zogeheten eating contests. Dit zijn wedstrijden die vaak in Amerika worden georganiseerd waarbij je zoveel mogelijk moet eten. Erg ongezond voor de meesten, maar Liam hoeft zich geen zorgen te maken, want dik wordt hij toch niet. Op de derde plek staat Andrei Kostyš. Andrei is nu 13 jaar oud en woont momenteel in Rusland. Ondanks het feit dat Andrei nog niet volwassen is, heeft hij al een volledige baan. En, zoals je waarschijnlijk al verwacht, is dit bodybuilding. Hij is bijna elk moment van de dag aan het sporten of aan het eten. Hij doet er zo alles aan om zo sterk mogelijk te worden en hopelijk ook nog vele records binnen te halen. De records waarvoor hij momenteel traint gaan met name over gewicht heffen. Maar naast deze activiteiten is Andrei ook nog bezig met karate, surfen, survivalen, zwemmen en onlangs heeft hij ook nog eens meegedaan aan de Russische versie van Holland's Got Talent. Hij heeft helaas niet gewonnen, maar als hij zo door blijft gaan, gaan we ongetwijfeld nog wel een keer van hem horen. Richard Sendrak, die ook bekend staat als Kleine Hercules, is een van Oekraïne afkomstig Amerikaanse bodybuilder, vechtkunstenaar en acteur. Hij is vooral bekend geworden door zijn gespierde uiterlijk. Zo had hij op 8-jarige leeftijd al de kracht van een gemiddelde volwassen man. En wist hij op 6-jarige leeftijd al 82 kilo te bankdrukken. Door deze enorme prestaties en zijn gespierde uiterlijk werd hij ook wel vergeleken met Arnold Schwarzenegger. Een zeer bekende bodybuilder die in meerdere films de hoofdrol heeft gespeeld. Waardoor Richard zo enorm gespierd is geraakt is overigens geen twijfel. Beide ouders werken in de sportindustrie en op 3-jarige leeftijd begonnen zijn ouders al met het geven van gewichttraining. Hierdoor kreeg hij al snel de titel Sterkste Jongen ter Wereld en werd hij bij vele televisieshows uitgenodigd en later zelfs bij de film Little Hercules, waar uiteraard ook zijn bijnaam vandaan komt. Echter, Richard is nu geen kind meer. Hij is sinds enkele jaren weer een normale levensstijl gaan leiden en is dus niet continu meer aan het sporten. Zo zegt hij nog maar een uur per week te sporten om weer zo normaal mogelijk te worden. En dit lijkt ook wel te gaan lukken, aangezien hij al enkele jaren niet meer in het landelijke nieuws is geweest. En op de eerste plek staat de berensterke CJ Cummings. CJ traint al zijn hele leven en focust zich met name op de zogeheten deadlifts en squats. Zijn record, wat tevens ook een wereldrecord is, staat hierbij maar liefst op 185 kilo. Hij behaalde dit het afgelopen jaar in zijn gewichtsklasse en denkt zijn eigen record snel te kunnen verbeteren. Op YouTube laat CJ sinds kort ook vlogs verschijnen waarin hij zijn trainingen en dagelijks leven filmt. Maar op Instagram is hij echter nog een stuk populairder. Hier heeft hij 100.000 volgers en wordt hij ook nog eens volop gesponsord. En als je onze video's vaker kijkt, dan weet je dat er dan veel geld in het laadje terechtkomt. En dit allemaal maakt CJ de koning van deze lijst. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!